De 67ste editie van de Ronde van Overijssel. Een koers van 200 kilometer met start en finish in Rijssen. Er was flink wat regen bij de start en er hangen nog steeds wat buien in de lucht. Het peloton is uit elkaar gespat en er is een kopgroep ontstaan van 19 man. Met in die kopgroep Piotr Havik, Martijn Budding en Yves Kolen van Beat. Vier man van Roompot, Elmar Reinders, Oscar Riesebeek, Justin Timmermans en Sjoerd van Ginneken. Marco Doets en René Hooghiemster van Alecto. Alex Richardson, Louis Rose Davies, Niels Eekhoff, Stef Krul, Adriaan Janssen, Rick van Breda, Caden Groves, Daan Hole, Joshua Hupperts en Timo de Jong. Dat zijn de 19 renners die vooraan rijden. En ze hebben een voorsprong van iets meer dan een minuut op het peloton. Erik Breukink, de ploegleider van Roompot. Hij heeft dus vier man mee van voren. En hier zien we een prachtig shot van die kopgroep. En achterin heeft de Brit Louis Rose Davies het zwaar. Gaat een nieuwe bidon halen bij zijn ploegleider. Maar heeft hij dan een gaatje en moet dat gaatje wel weer zien te dichten. En even hiervoor had hij het al zo ontzettend lastig, deze Rose Davies. En probeer dan dat gat naar voren maar eens te dichten. De mond wagenwijd open. Een beetje in de stijl van Bauke Mollema. En hij krijgt het gat niet dicht. Want vooraan rijden ze in een waaier. En dan ziet hij ze meter voor meter wegrijden. En is het einde verhaal voor deze Brit. Hij moet de kopgroep laten gaan. En dus blijven er 18 renners vooraan over. Daar hangen de buien, de donkere wolken boven het prachtige Overijsselse landschap. In het peloton verschil inmiddels wat teruggebracht tot binnen de minuut. En vooraan gaan de regenjasjes uit. Het zonnetje is er doorgekomen en de Holterberg komt eraan. Het peloton, daar wordt hard gereden. Het verschil 44 seconden. En het peloton brokkelt uiteen, want daarachter zijn ook veel renners die moeten afhaken. En zo blijft er dus een klein peloton over. De kopgroep gaat dan door Hellendoorn. Op weg naar Nijverdal. En dan vervolgens richting de Holterberg. Prachtig dorpje, Hellendoorn. En dat zonnetje is er helemaal doorgekomen. Lekker weer op dit moment voor de renners. En de samenwerking vooraan is nog altijd prima. René Hooghiemster, de 32-jarige Fries, zit in de kopgroep. Ervaren renner van Alecto. En dan rijdt het peloton in Nijverdal. Nog altijd het verschil iets minder dan een minuut. De koplopers slaan linksaf op weg naar de Sallandse Heuvelrug. Die prachtige weg tussen Nijverdal en Holten. Met dus de beklimming van de Holterberg. Elmar Reinders viel hard begin van dit seizoen in de Ronde van Drenthe. Had enkele ontstekingen aan zijn hand. Miste daardoor de Ronde van Vlaanderen. Maar hij is weer terug. En hier het peloton bij de bevoorrading. De kopgroep is dan bezig aan de beklimming van de Holterberg. Het hoogste punt 75 meter boven NAP. En het tempo ligt niet heel erg hoog. Een voor een schieten de renners voorbij in het beeld. Niels Eekhoff, de renner van Sunweb, strekt zich nog even uit. En vooraan toch veel Roompots. Ze zijn met vier man in de kopgroep. Links rijdt die kopgroep, rechts in beeld het peloton, het verschil. Ja, het schommelt steeds zo rond de 45 seconden. 50 seconden hier, bijna een valpartij. Als Justin Timmermans het achterwiel raakt van Adriaan Janssen. En bijna ook nog Caden Groves meeneemt in zijn val. In het peloton zien we dan een aanval, een tegenaanval. Want het gaat blijkbaar toch niet hard genoeg. Terwijl we nog eens kijken wat daar precies gebeurt met Timmermans. Ja, hij rijdt gewoon tegen het achterwiel aan van Adriaan Janssen. En blijft dan maar net overeind. Er komt dus reactie vanuit het peloton. Een renner van Beat komt eraan. Met daarachter nog
een aantal renners. Terwijl de kopgroep boven is gekomen op de Holterberg. Veel publiek hier op dit prachtige punt. Ze slaan hier rechtsaf de Motieweg op. En dan krijgen ze de afdaling van de Holterberg. Het steilste stuk hier naar beneden, 10%. Op die smalle weg. En het verschil met het peloton is weer wat opgelopen. Nu boven de minuut. Maar er komt dus reactie vanuit het peloton. Vanuit de lucht kijken we naar de Canadese begraafplaats. Een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 1394 militairen liggen daar begraven. De afdaling van de Holterberg is geweest. De kopgroep passeert het plaatsje Holten. En de samenwerking lijkt een beetje weg te zijn. Naar vooraan wordt er wat naar elkaar gekeken. En dan komen er 5 achtervolgers. Die proberen het gat te dichten naar de kopgroep. Naar die 18 renners daar vooraan. Het verschil 44 seconden. Een prachtig shot vanuit de lucht van Markelo. De volgende plaats die we passeren. En dan krijgen we een demarrage in de kopgroep. Het is de Brit Alex Richardson die er vandoor gaat. Hij is leider in de Holland Cup. En vindt het dus niet hard genoeg gaan in de kopgroep. Ja, de samenwerking was ook een beetje weg. En Richardson probeert het dus solo. En dat zou dan een lange, lange tocht worden. Want het is nog bijna 38 kilometer tot de finish. De handen bovenop het stuur. 29 jaar is deze Brit. Het is een goede renner. Maar oppassen, oppassen. Want die bochten, ja, die zijn scherp. Het zijn maar smalle weggetjes. En voor je het weet, lig je om. Klein foutje van Richardson, maar hij herstelt het op het laatste moment. Heeft die handen nog steeds bovenop het stuur liggen? Ja, dan heb je weinig controle. Maar wonder boven wonder blijft hij recht. En houdt hij zijn voorsprong. Maar ze laten hem daarachter een beetje zwemmen. Want die 17 achtervolgers weten ook dat het in je eentje toch een kansloze missie is. Vanuit de lucht de verschillen ten opzichte van de koploper Richardson en de rest. En hier wordt het gat al gedicht door Piotr Havik. Hij is de winnaar van de Ronde van Overijssel van 2018. Een jaar geleden dus was hij de sterkste. En ook Riesebeek verricht daar goed werk en brengt de rest van de groep weer terug in het wiel van Richardson en Havik. Maar op de Apenberg spat het vervolgens weer uit elkaar. Caden Groves maakt een sterke indruk. En gaat dus hard op kop beuken. Eekhoff erachteraan. En hier achterin de man van Roompot. Sjoerd van Ginneken, die toch wel te ver van achteren zit. Rechts 2 man aan de leiding. En die krijgen versterking van nog 2 renners. En zo ontstaat er een kopgroep van 4 man. Met erachter nog Alex Richardson, die probeert de aansluiting te vinden. Dit is een beslissend moment in de koers. Piotr Havik, Niels Eekhoff, Caden Groves en Oscar Riesebeek zijn met z'n vieren weg. En achterin, ja, is het einde verhaal voor Timo de Jong, de enige clubrenner in de kopgroep, moet eraf. Zijn koers zit erop. Maar deze mannen hebben dus een achterstand op die koplopers. Het is de Brit Alex Richardson gelukt om aansluiting te vinden. En dus zijn er 5 man die vooraan rijden. En daarachter nog een tweetal van Beat. Martijn Budding en Yves Kolen komen daar in de achtergrond richting de kopgroep. Maar kunnen ze het gat dichten? Want hier vooraan wordt er volle bak gereden. Dat zie je aan de gezichten. En zij moeten met z'n tweeën dan een soort van koppelkoers gaan rijden om het gat naar de kopgroep te dichten. Groves aan de leiding geeft de kop over nu aan Riesebeek, de man van Roompot. En hier zitten dan dus ook nog 3 renners van Roompot. Maar niet meer, want Sjoerd van Ginneken heeft pech, moet van fiets wisselen.
En het gaat dan niet heel erg snel. Timo de Jong schiet daar voorbij in het beeld. En dan lijkt het erop dat de koers er voor deze Sjoerd van Ginneken op zit. Want zie maar eens terug te komen in die achtervolgende groep. En dan nog eens naar de kopgroep toe springen. Nee, dat zit er niet in voor van Ginneken. En hier wordt het toch hard gereden. Havik kijkt waar blijven die twee achtervolgers. Of zou hij het nog niet gezien hebben? Want hij rijdt daar toch wel behoorlijk hard op kop van die voorste vijf. Maar ze komen eraan. Meter voor meter komen ze dichterbij. De twee mannen van Beat. Martijn Budding en Yves Kolen, de Belg. En ze gaan het gat dichten. Knappe actie van dat tweetal. En nu heeft Havik het gezien. En houdt hij in. En natuurlijk is Piotr Havik blij met de steun die hij krijgt van twee ploeggenoten. Moedigt ze aan. Kom op jongens, jullie zijn er bijna. En dan krijgt Beat met drie man in de kopgroep toch een behoorlijk overtal. De kopgroep in de bossen van Rijssen richting de finish waar nog twee plaatselijke rondjes wachten. Even een versnelling daar vooraan van Niels Eekhoff. Die maakt een sterke indruk. Piotr Havik, Oscar Riesebeek, Niels Eekhoff, Caden Groves, Alex Richardson, Martijn Budding en Yves Kolen. Drie man van Beat Cycling maar liefst in deze kopgroep. De kopgroep bestond eerst uit vijf man, maar Martijn Budding en Yves Kolen maakten de sprong vanuit de achtervolgende groep naar deze kopgroep. En nu hebben deze zeven renners vooraan nog twee plaatselijke ronden te rijden. In het laatste wiel Oscar Riesebeek, de enige renner dus in deze kopgroep van Roan Bots. En daar de achtervolgers met onder meer René Hooghiemster. Het lijkt erop dat deze mannen kansloos zijn, want het verschil toch al opgelopen naar 30 seconden. Vooraan probeert Eekhoff het weer. Wat is hij sterk, Niels Eekhoff. En dan sprint Martijn Budding naar Eekhoff toe. Budding en Eekhoff nu met z'n tweeën aan de leiding. Minder dan 15 kilometer te gaan. En wie gaat dit gat naar deze twee nu dichten daarachter? Kolen en Havik zullen dat niet doen omdat ze een ploeggenoot hier van voren hebben. Martijn Budding. En dus komt de reactie van de Brit Alex Richardson. Ook hij maakt een sterke indruk. Maar heeft dus al veel krachten verspeeld met die demarrage. En nu houdt hij de benen stil, Richardson. De leider in de Holland Cup. Hij won de Arno Wallaar Memorial eerder dit seizoen. En vindt dat de rest hem moet helpen. Ja, natuurlijk gaat die Brit dat gat niet in zijn eentje dichten. Riesebeek lijkt een beetje te pokeren. Of kan hij niet beter? Houdt de benen stil. Ja, Havik doet natuurlijk niks. En dan gaat Caden Groves het maar proberen. Dan komt er direct reactie van Yves Kolen. En springt ook Havik daar achteraan. En dan Riesebeek wel met de reactie. Maar zo kom je natuurlijk niet dichter bij de koplopers. Inmiddels is het hard begonnen te regenen. En dat maakt het extra zwaar voor de koplopers. Maar het is natuurlijk wel een fantastische koers op deze manier. Het begon in de regen. Daarna lange tijd droog. Met een heerlijk zonnetje. En nu komt het weer met bakken uit de hemel. Dit zijn de geklopten, want ze gaan niet dichterbij komen. Richardson heeft het zwaar. Vooral bij de bochten. Maar komt ook weer terug in het wiel van de achtervolgers. Maar daarvoor rijden nog steeds de twee vooraan. Niels Eekhoff en Martijn Budding. In die laatste twee plaatselijke rondjes rondom Rijssen. Het gaat nu nog een beetje omhoog. Lastig stukje. En Groves wil het gat wel dichten. Kijk eens vanuit de lucht. Prachtig shot van die barre weersomstandigheden.
En Eekhoff en Budding werken goed samen met elkaar. Wel voorzichtig door die bocht. Eekhoff kijkt dus achterom. Vraagt aan Budding om over te nemen. Die doet dat. Ja, deze twee heren verstaan elkaar. En ze gaan op weg naar de laatste 10 kilometer. Wat een prachtige koers deze ronde van Overijssel. Vanaf de start is er hard gereden. En nu zitten we in de volle finale. De renners hebben bijna 190 kilometer er al op zitten. En dan lopen de benen vol. Eekhoff nog maar eens aan de leiding. Kan aardig aankomen. Budding op papier. Niet echt een sprinter. En hij heeft daarachter natuurlijk nog twee ploeggenoten zitten. Met dus de winnaar van vorig jaar, Piotr Havik. Eekhoff even weer in het wiel van Budding. En zo gaan ze op weg naar de tweede passage van start-finish. En dus naar de bel. En er komt reactie, zien we vanuit de lucht. Een renner van Beat met daarachter Oscar Riesebeek. Is het dan Piotr Havik? Ja, het is Piotr Havik. Piotr Havik komt in zijn eentje toegesprint naar de twee koplopers. Wat een actie van deze Piotr Havik. Laat Riesebeek achter zich. Die kan simpelweg niet volgen. En zo heeft Beat weer een overtal vooraan. Wat rijdt die ploeg? Een ongelooflijk sterke koers. Havik dicht het gat. Gaat wel wat minder goed door die bocht. Maar heeft dus gewoon Oscar Riesebeek uit het wiel gereden. Die komt niet volgen. Hier naar rechts de laatste bocht. En dan horen ze zometeen de bel. Martijn Budding aan de leiding. In zijn wiel Niels Eekhoff. En de laatste positie Piotr Havik. Dat lijkt erop dat deze drie mannen gaan uitmaken wie de ronde van Overijssel gaat winnen. Daarachter komt nog wel Oscar Riesebeek. Maar die kon dus gewoon Piotr Havik niet volgen. En deze mannen daarachter lijken helemaal stuk te zitten. Caden Groves met Alex Richardson en Yves Kolen. Havik zichtbaar wat moeite met de bochten. Ja, hij heeft natuurlijk een behoorlijk jasje uitgedaan om van die achtervolgers naar de twee vooraan te springen. Hij moet dan even bijkomen in dat laatste wiel. Maar Beat dus met twee man vooraan. En hij zit er weer bij. Piotr Havik. Helemaal stuk. Maar maakt nog steeds kans op de overwinning. Riesebeek rijdt daar nog voor deze drie achtervolgers uit. Rijdt een beetje in niemands land. Of komt hij toch wat dichterbij? Daar lijkt het wel op. Dus denkt Eekhoff. We moeten wel met z'n drieën vooruit blijven. Want onderweg maakt Eekhoff toch wel de beste indruk van de drie vooraan. Hoe komt het met deze Oscar Riesebeek? De enige renner van Team Roompot nog in het front. Ze zaten met z'n vieren in die kopgroep. Maar Riesebeek dus de enige die nog een rol van betekenis speelt in de finale. Hij komt wel ietsjes dichterbij. Maar 3-1, dat gaat, ga je niet zomaar dichten hoor. Oscar Riesebeek. Gewoon terugkijken op een prima koers. En dan de aanval van Budding. Martijn Budding probeert het. Maar direct de reactie van Niels Eekhoff. Maakt echt een sterke indruk. En dan gaat hij zelf, Eekhoff. Maar krijgt meteen Havik op zijn wiel. Ja, nu moet hij zelf gaan, Havik. Havik gaat er vandoor. Demarrage Havik, maar er zit heel weinig kracht achter. De renners zitten echt kapot. Ze zijn tot het gaatje gegaan. Budding nog een keer. Budding met misschien de ultieme demarrage. Martijn Budding probeert het, maar weer is het Niels Eekhoff die naar het wiel toesprint. En uiteindelijk komt ook Piotr Havik terug.
Maar het gaat een sprint worden tussen deze drie. Want we zitten in de laatste kilometer van deze wedstrijd. De laatste kilometer van de ronde van Overijssel. Havik aan de leiding. Die gaat het tempo nu hoog houden. En dan gaat Beat dus Martijn Budding proberen te laten winnen. Havik zal niet meer van kop afkomen. Eekhoff dus in tweede positie. Er zal vanuit het wiel van Havik de sprint aan moeten gaan. Daar lijkt het op. We gaan op weg naar de laatste bocht. En dan is het nog 200 meter tot de finish. Bordje van 500 meter. Zenuwslopende finale voor deze drie renners. Piotr Havik, Niels Eekhoff en Martijn Budding. Voorzichtig door deze bocht. En dan zometeen nog één keer naar rechts. Havik nog steeds aan de leiding. Gaat voorzichtig door de bocht. Eekhoff gaat nu de sprint aan. Eekhoff, oh, wat even gehinderd door Havik. En moet dan wat metertjes goed maken op het wiel van Budding. Komt hij er nog overheen? Wordt het Budding of wordt het Eekhoff? Het wordt toch Niels Eekhoff. Hij klopt Martijn Budding op de streep. En Piotr Havik eindigt dan als derde. Wat een prachtige overwinning voor Niels Eekhoff. Oscar Riesebeek gaat als vierde eindigen. Hij werd gewoon weggereden door Piotr Havik. En zal dus niet helemaal tevreden zijn. Hoewel hij toch een sterke koers gereden heeft. Sprintje dan om de vijfde plaats. Yves Kolen. Nee, het wordt Caden Groves die als vijfde eindigt voor Alex Richardson. En Caden Groves, maar dit is de winnaar. Niels Eekhoff krijgt de felicitaties. Heeft een geweldige koers gereden. Leek ook wel de sterkste renner te zijn onderweg. Werd even gehinderd in de sprint. Komt dan tot het achterwiel van Budding. En gaat er net overheen. En op de fotofinish is dit het verschil. Ik denk, ik moet als tweede die bocht door. En dan wilde ik eigenlijk net mijn sprint aangaan. En toen hoorde ik Budding van de achterkant roepen dat hij van links zou komen. Toen dacht ik al van ja, nu gaat hij me naar buiten drukken. Dus dat was wel even balen. En toen kreeg hij een paar lengtes. En ik weet dat ik een goede sprint in huis heb. Dus ik kwam tot het wiel en gaf gas bij en kon er overheen komen. De uitslag van de ronde van Overijssel. Niels Eekhoff wint voor Martijn Budding en Piotr Havik. En u ziet ook de rest van de top 10 van deze 67e editie. En dan gaan we naar het algemeen klassement van de Holland Cup. Alex Richardson behoudt de leiding in dat klassement. Hij staat 30 punten voor op Piotr Havik. En Niels Eekhoff is de nummer 3 nu in dat klassement. Hier staat hij, de winnaar tussen twee man van Beat. Niels Eekhoff wint en krijgt terecht het applaus van het publiek. En dit is de leider in het klassement, de Brit Alex Richardson. Hij reed een goede koers, maar moet tegevreden zijn met de zesde plaats. Alex, je mag staan daar.